Welkom bij Gouwe Stad Informatief. Door de uitbraak van het coronavirus komen veel ouderen niet meer buiten en zien ze bijna geen andere mensen meer. Om toch iets voor deze ouderen te kunnen betekenen, gaat Groene Hart Maaltijdservice iets extra's doen. Zo is er een speciaal noodnummer en wordt er in sommige gevallen een gratis maaltijd aangeboden. Hoe dat precies werkt, ga ik vragen aan Yvonne Riebeek van Groene Hart Maaltijdservice. Ja, als eerst even mededelingen voor de kijkers, want zoals u ziet doen we dit interview iets anders dan normaal u van ons bent gewend. Niet in de studio, maar gewoon bij ons thuis en dat natuurlijk allemaal vanwege de coronacrisis. En op deze manier kunnen we toch gewoon blijven uitzenden. Ja, mevrouw Riebeek, dan naar u. Veel mensen zijn dus afhankelijk van de maaltijdservice, hè? Beter bekend ook als tafeltje dekje. Dat kan dus nog wel gewoon doorgaan. Ja, wat dat betreft, men denkt nog wel eens van wij vallen onder de horeca, maar dat is niet zo. Wij vallen onder de zorg en vandaar dat wij ook toestemming van het RIVM hebben om door te werken. Sterker nog, men wil graag dat wij ook doorwerken, omdat wij toch heel wat oudere mensen en kwetsbare mensen iedere dag van een verse warme maaltijd voorzien. Ja, en gaat het dan ook op een andere manier dan anders? Een klein beetje wel. Het principe blijft uiteraard, maar waarin het anders gaat is dat we natuurlijk veel meer letten naast al de gebruikelijke hygiënevoorschriften, extra met desinfectant werken, extra handschoentjes aan, extra tasje eromheen, allemaal dat soort dingen. Onze bezorgers lopen de hele dag met doekjes en gaan zo maar door. Dus we proberen het op die manier zo goed mogelijk allemaal aan te pakken. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat veel mensen die... is het toch ook wel misschien een bepaald moment op de dag waar ze naar uitkijken. En die hebben dan ook misschien zelfs wel een kletspraatje met de bezorger. Kan dat dan nog wel ook? Ja hoor, dat kletspraatje gaat heel erg goed. Zelfs al zou je een mondkapje op hebben. En onze mensen zijn er ook wel, trouwens niet alleen onze eigen mensen, maar ook de vrijwilligers, de hele grote groep vrijwilligers, die ook met en voor ons werken. We zijn er ook op getraind om dat praatje gevoelsmatig zelfs langer te laten duren dan men denkt. Op het moment dat de deur open gaat en je begint het praatje al van, nou, ik heb een lekkere maaltijd voor u. En, goh, wat ziet u haarlijk, bent u bij de kapper geweest? Dat konden we natuurlijk altijd zeggen, kan nu niet, hè, want ze kunnen niet meer naar de kapper. Maar dat praatje, dat gaat nog steeds, hoor. Ja, en niet alleen over corona, gelukkig. Nee, dat is inderdaad ook fijn en belangrijk. En u gaat dus nu ook iets extra's doen dan behalve eigenlijk alleen de maaltijden bezorgen. Ja, dat klopt. We zijn met elkaar om tafel gaan zitten van hoe kunnen we het zo goed mogelijk doen? Hoe kunnen we ons steentje bijdragen? Dat heeft in een aantal dingen geresulteerd, waaronder een speciaal nummer wat 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. Voor vragen, voor nood, voor spoed enzovoort. En daarnaast gaan we voor de ouderen die wij al als klant hebben, gaan wij zorgen dat ze op regelmatige basis een kleine attentie van ons krijgen. En ja, ik ga nu iets vertellen wat ik eigenlijk niet moet vertellen, maar ik ga het toch vertellen. Volgende week natuurlijk Pasen. Dus krijgen ze wat paaseitjes van ons. Er zal eens een keer een leuke kaart tussen zitten. En zelfs hebben we op het menu staan om te kijken, om dat te realiseren. Dat gaat lukken, want als ik me dat voorneem, gebeurt dat ook. Een keer advocaatje met slagroom. Wat natuurlijk helemaal niet goed voor de gezondheid is, maar wat zo ontzettend lekker is. En wat zeker in deze tijden een nog grotere glimlach op het gezicht van de klant zal toveren dan anders. Ja, en dan even door te gaan op dat noodnummer. Merkt u bijvoorbeeld ook dat veel meer mensen dat nummer gebruiken of überhaupt van het nummer gebruik maken? Ja, dat gebeurt inderdaad. En dat was vooral de eerste 1,5 tot 2 weken vanaf het begin van de uitbraak. Met name gebruikt door of ouderen die zich daar zorgen over maken, maar met name ook mantelzorgers en kinderen die bijvoorbeeld zeiden, ik bel uit het buitenland, mijn moeder moet een maaltijd hebben, moet eigenlijk naar de dagbesteding, maar nou, het hele verhaal. Dus in dat opzicht werd er zeker veel gebruik van gemaakt. Nu gaat het iedereen een beetje zijn weg daarin vinden. Dus nu is het wat minder. Maar het blijft, zolang het verhaal van corona speelt, blijft ook dit nummer geopend.
Ja. En dan kunnen we straks even dat nummer onder in beeld laten zien, zodat als mensen dat willen, kunnen ze daar naartoe bellen. En u zei dus ook iets over presentjes. Wat moet u daar allemaal voor doen en hoe werkt dat precies? Die presentjes, dat zijn wat ik straks al zei. Bijvoorbeeld de paaseitjes. Nou, we doen dat wel vaker in het jaar, maar we willen het nu wat meer doen. En normaal gesproken met kerst een kerstkaartje, met oudjaarsdag een oliebolletje. Dus dit soort dingen, dat doen we. En dat blijven we ook doen, zeker in deze periode, omdat het nou net even het verschil maakt. Hè? Dat denken wij althans. Daarnaast hebben we ook gezegd van wij gaan iedere week 10 mensen adopteren, tussen aanhalingstekens adopteren. Mensen die het gewoon heel moeilijk hebben, die een opheppertje kunnen gebruiken, een goede ophepper. En daar verstellen we 10 keer per week een warme maaltijd met een dagverse soep ook en met een toetje ter beschikking. Geïndiceerd door Stichting Welzijn Ouderen in de regio, door coördinatoren. Dat willen we ook doen om ook de mensen die misschien vergeten worden of die nu toch ook niemand hebben die bij hen langskomt of langs kan komen, hè, want dat is natuurlijk ook het verhaal, om die toch ook een glimlach op het gezicht te toveren. Ja, dat zal inderdaad zeker lukken. En is dat dan voor iedereen, die 10 gratis maaltijden? Kan iedereen zich daar gewoon voor aanmelden? Hoe werkt dat precies? Niet iedereen. Het moet ook wel zijn voor kwetsbare ouderen of kwetsbare mensen. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Want iemand van 40, 45 kan ook in een hele kwetsbare positie zitten. Dus die zijn evengoed bij ons welkom. Het is wel een speciale doelgroep. Het is niet zo van, oh, wat zullen we vandaag eens eten? Oh, laten we ons even aanmelden. En dan komen we ook misschien in aanmerking voor zo'n maaltijd. Dat is niet de bedoeling. Het gaat echt voor de speciale gevallen waar we echt ook iets kunnen betekenen. Ja, en nu zijn er ook een hoop mensen die inderdaad bijvoorbeeld naar de dagbesteding gaan, wat niet meer kan. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Want op die dagbesteding hadden ze dan ook vaak een maaltijd, hè? Ja, dat klopt. Wat we overigens zelf ook nog wel eens verzorgden bij diegenen. Die mensen hebben ook allemaal vandaar, zoals eigenlijk het verhaal van het noodspoednummer geboren. Die mensen wilden we ook tegemoetkomen, want ja, die zaten met de handen in het haar. Sommige mensen zijn heel oud of heel verzwakt. Wat moet ik nu? Want, nou, voor ons geen enkel probleem. Daar zijn we op ingesteld. Dat is onze dagelijkse business. En we hebben ook met personeel erover gehad. En met z'n allen gezegd van, nou, Rutte zei, we gaan ervoor. Dus wie zijn wij? Dat we zeggen, wij gaan het zeker met z'n allen doen. En we gaan het gewoon hartstikke goed doen. Zodat we aan het eind van het verhaal, laten we hopen dat het niet te lang duurt, dat we terug kunnen kijken en zeggen van, we hebben het goed gedaan. U zei ook net dat u met veel vrijwilligers werkt. Zoekt u nu eigenlijk nog extra vrijwilligers doordat jullie dus zoveel extra dingen gaan doen? Die zoeken we zeker. Althans, we staan er zeker voor open. Alles loopt wel, maar een helpende hand is altijd welkom. En we krijgen gelukkig uit allerlei hoeken krijgen we hulp aangeboden. Nou, dat is fantastisch. En niet in de laatste plaats, omdat het ook wat zegt over de saamhorigheid, over de manier waarop we met elkaar dingen kunnen aanpakken. Fantastisch. Ze zijn van harte welkom. Ja, en mensen melden zich ook spontaan aan, zei u. Ja, dat klopt. En dat het ook een zeer uiteenlopende hoek. Er waren een aantal studenten bijvoorbeeld die zeiden van, ja, nou hebben we en geen college en we hebben geen weekendjob. Mogen we bij u komen helpen? Dus graag. Ook mensen die spontaan binnenlopen. Ik wil niet zeggen dat ze komen niet met 10, 20 man tegelijk binnenlopen. Dat mag natuurlijk ook niet. Maar we hebben meerdere mensen die zich hebben gemeld bij ons en zeiden, we willen graag helpen. En dat doen ze ook op verschillende manieren. Ja, nou, dat klinkt goed. En ik begreep ook dat jullie dit jaar 25 jaar bestaan. Gaan jullie daar eigenlijk nog iets aan doen? Ja, we staan inderdaad 25 jaar. En we gaan daar zeker aandacht aan besteden. Maar we laten het wel afhangen van het verloop
van de crisis die we eigenlijk op dit moment hebben. Dus een heel groot knalfeest zou ongepast zijn, hè, want de officiële datum is 1 september. Maar we gaan er wel degelijk iets mee doen. En wat we gaan doen en wat ik in mijn hoofd heb, dat hou ik er even voor me. Ja, precies. Nou, dan gaan we dat dus allemaal in de gaten houden. En als er nu mensen zitten te kijken en denken van, goh, ik zou misschien ook wel gebruik willen maken van de maaltijdservice, of juist willen helpen als vrijwilliger of wat dan ook, waar kunnen ze dan het beste naartoe? Het beste kunnen ze even bellen naar ons. Dat is het reguliere nummer 342453. Ze kunnen het spoednoodnummer kunnen ze bellen. Nou, dat verschijnt straks onderaan in beeld nog. En ze kunnen ook altijd natuurlijk onze website bezoeken, waar ze alle informatie kunnen vinden. En op Facebook zijn we ook te vinden. Dus en ze mogen ook altijd binnenlopen, maar dan wel even van tevoren laten weten. Zeker in deze periode vanwege alle hygiënevoorschriften, maar ze zijn wel degelijk welkom bij ons. Ook voor informatie, geheel vrijblijvend. Nou, dat is goed om te horen. En dan wil ik u bedanken voor uw toelichting bij ons op deze manier dan in gesprek. Yvonne Riebeek, dank voor uw toelichting en heel veel succes de komende tijd. Dankjewel. Jij ook bedankt. Graag gedaan. En tot zover deze uitzending van Gouwe in Stad Informatief, deze bijzondere uitzending. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer weer in de studio. En anders zien we u gewoon weer op deze manier. Tot ziens.